Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog van mijn kanaal. Ik ga een experimentje doen vandaag en ik ga ook proberen, dus ik weet niet zeker of het lukt, iedere zaterdag een vlog online te zetten. Dit is de eerste vlog van hier thuis en we gaan, ja, zoals ik al zei, een experiment doen. Zijn we dan in de keuken aangekomen en voor het experiment heb je nodig maïzena. Maakt de groente extra lekker. Een kom met water. En een lepel. Maar oké. Dan gaan we de maïzena toevoegen. En ik ga nog niet zeggen wat we gaan maken. Want wat is het vast? Want dat zien jullie zo wel. Zo. Ik weet niet hoeveel erin moet. Wat is dit? Oké. Maar ik weet niet hoeveel erin moet. Maar zoveel dat tot genoeg. Dus ja, wat erbij en nog wat. Nog even moet ik even gaan roeren. Yo. Het wordt echt wel fijn. Nou, ik weet natuurlijk wel wat we gaan maken. Oh ja? Ik denk dat dit nu wel even kijken genoeg is. Nee, ik moet nog meer bij. Nou, we gaan natuurlijk echt heel veel maïzena erbij doen. Ik kan niet zeggen hoeveel, want ja, niemand weet hoeveel erbij moet. Dat heb ik ook al gezocht. Ja, het is niemand weet dat er hoeveel maïzena erin moet. Ik gok ook maar wat. Ietsjes meer. Ik denk dat het pakje net leeg gaat. Oh, ik zal mijn moeder boos worden. Ik denk dat het pakje bijna leeg. Oké. Wow. Holy. Het is echt wel heel zwaar om het te roeren. Kijk hoe het uit. Nog niet. Meer maïzena. Holy moly. Het wordt te veel, denk ik. Als nog niet te krijgen. Pak je bijna leeg. Mama wordt zo boos. Bro. Wow, dat is een werkt nog niet. Ik ga het hele pakje leeg maken. Oh, zo lang. Dus, ik ben heel hard aan het roeren. Ik heb echt spierpijn ervan. Nou, dat is ook weer een beetje overdreven, maar ja. Ik wil niet dat ik dadelijk nog wel spierpijn heb. Het wordt echt wel heel hard. Zo vet, we hebben geen maïzena meer. Hoe het dan ook heet. Oh, dit wordt echt keihard. En ik vertel jullie op dit moment nu wat het wordt, wat het moet worden. Eens kijken. Dit is nu een soort vloeistof. Ik weet nog niet of het af is. Maar als je er heel hard op stomt, of heel hard op gaat zo, kijk. Dan dient de lepel gewoon terug. Het is gewoon een vloeistof. Kijk, het is gewoon een vloeistof. De lepel gaat er niet in. Oh. Maar ja, zo te zien moet het nog ietsjes beter geroerd worden. Want ja, het is niet het beste wat het ooit is. Het is een leuk wetenschappelijk kunstje. Ik hou van wetenschap. En ja, ik denk dat er komende zaterdag... Nou, ik weet al bijna zeker dat er komende zondag nog een vlog online komt. En die vlog... Die gaat over een ander experimentje. Dat ga ik nog niet zeggen. Maar ik weet, ik heb het al voorbereid, denk ik. Kijk of het nu... Nog niet. Maar ja, die vlog gaat over iets heel leuks. Het is wel een beetje gevaarlijk. Veel gevaarlijker dan dit. We gaan namelijk met best gevaarlijke stof knoeien. Maar dat zie je dan volgende week wel. Hoe hard moest je gewoon te roeren bij dit? Ik geloof dat ik er ietsjes te veel water in heb gedaan.
Want kijk, nou, zoals ik al zei, we moeten werken. Het werkt nu al een beetje. Het is gewoon vloeistof. Kijk maar. En als ik een arts in ga, die is het leven gewoon terug. Oh, het werkt! Yo, het werkt! Kijk of het ook werkt met een bol maken. Oh, nou, net werkte het. Even de lepel eruit halen. Yo! Dit is vet! Het werkt gewoon toch! Al heb ik er ietsjes te veel water in gedaan. Kijk! Dan kom ik niet tot de bodem als ik heel hard stop. Oh nee. En anders dan kom ik gewoon tot de bodem. Nou! Experiment geslaagd. Nog even kijken of ik er ook een bol van kan maken. Joehoe! Wacht heel even hoor, dit is echt vet. Ik heb er niet echt in. Oh, dit is moeilijk. Nou, ik moet toch wel even roeren. Nou, bol maken werkt niet. Daar heb ik denk ik toch nog net ietsjes te veel water in gedaan. Het wordt dus echt vet, want het werkt wel. Dus, experiment. Is toch een soort van geslaagd. Hoe kan het nou dat mijn zena hard wordt als je er heel hard op slaat? Dat komt omdat mijn zena een soort van zetmeel is. En als je dan water bij de maïzena doet, dan wordt het een soort van, dan komt het helemaal los en dan is het vloeistof. En als je er dan heel hard op slaat, dan wordt het water uit die zetmeeltjes geperst. En dan is het een hard deel. En als je dan weer niet meer, dan doe je zo. En dan sta je er niet meer hard op. En dan wordt het meteen weer één. En het kan zelfs, het is wel eens gedaan, dat je er een zwembad mee vult. En dan rennen ze er overheen. En dan kan je gewoon blijven staan. Als het bijvoorbeeld heel diep is. Als je maar snel genoeg bent. Dus gewoon bam, 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 bam. Doei, tot de volgende vlog.